Ik ben echt heel blij hoe vrolijk en zomers mijn tap is geworden. Hey, wat leuk dat je kijkt naar een nieuwe Action DIY. Mijn naam is Elise en misschien ken je me wel van mijn eigen creatieve YouTube kanaal Elise Dingen. Vandaag heb ik een super leuke zomerse DIY voor je. Ik ga je laten zien wat je nodig hebt en hoe je het kunt maken. Voor de DIY van vandaag hebben we als basis deze leuke limonadetap nodig. Ja. Hij is eigenlijk al leuk zoals hij er nu uitziet, maar ik ga hem nog net iets leuker maken. Ook heb ik naast deze limonadetap een standaard waar je hem op kunt zetten. Met een handige inkeping waar dat tuitje dan in kan staan. En omdat ik hem een beetje saai vind, heb ik een bus met gouden spuitverf. Die ga ik gebruiken voor het onderstel van mijn limonadetap. Ook zag ik deze tropische bladeren en tijgerkoppen zijn het volgens mij. En dit is eigenlijk om je tafelkleed aan tafel te houden als het heel hard waait. Maar ik denk dat we deze ook kunnen gebruiken als decoratie. En als laatste gebruik ik deze mooie nepbloemen in diverse roze kleuren. En ook de blaadjes die eraan hangen, die ga ik gebruiken. Ook heb ik mijn schaar en mijn handige lijmpistool bij de hand. Want die gaan we zo meteen ook gebruiken. Pas op, zo'n lijmpistool kan echt heel erg heet worden. Dus vraag hulp als je hulp nodig hebt. Ik begin met het goud spuiten van deze standaard. Doe dat buiten of in een goed geventileerde ruimte. En laat het dan even goed drogen voor je verder gaat. Ik heb dus deze gewichtjes voor aan een tafelkleed en ik wil proberen om met een tangetje die knijpers eruit te krijgen. Ik weet niet of het lukt, dit was gewoon een idee wat ik had en ik wil het even uitproberen. Als het niet lukt, hebben we natuurlijk altijd nog die mooie bloemen. Ja, ik vond dit wel echt heel erg leuk, maar ik weet dus niet of ik dit eruit krijg. Ik denk niet met de hand, maar ik heb daar een handig tangetje voor. Misschien heb je wel een gereedschapskist thuis staan waar ook zo'n vergelijkbaar tangetje in zit. Als je dan goed vastklemt en een beetje draait, dan haal je die knijper er zo uit. En dan heb je leuke decoratie. Let wel op, dit zijn natuurlijk gewichtjes, dus deze zijn een beetje zwaarder dan bijvoorbeeld die bloemen die we straks gaan gebruiken. Je kunt er natuurlijk zoveel gebruiken als je wilt. Ik ga voor deze tijger en dat leg ik nu even apart, want dan gaan we eerst verder met de bloemen. In de winkel zag ik echt heel veel verschillende soorten nepbloemen. Ik vond zelf dit de leukste. Deze kleintjes die ga ik aan de zijkant van mijn tap plakken en ik dacht deze grote... Die kan misschien wel bovenop. Dat gaan we straks uitproberen. En hiervoor geldt eigenlijk dat je het zo kunt plakken en knippen en doen zoals jij het leuk vindt. Ik laat je zien hoe ik het doe. Ik knip de bloemen van de steel af en ik zorg dat er nog een beetje een onderkant aan zit. Dat niet alle blaadjes uit elkaar vallen. Zo kan ik hem goed opplakken tegen mijn tap. En ook knip ik een aantal bladeren af, maar die knip ik van deze grote bloem, want die vind ik net iets mooier dan de kleine blaadjes op deze bloemen. En ook die bladeren die knip ik zo af dat ze eigenlijk nog met z'n drieën een beetje aan elkaar blijven zitten. Als je genoeg bloemen en bladeren hebt verzameld, is het tijd om je lijmpistool erbij te pakken. Zorg ervoor dat je je ondergrond goed beschermt tegen het lijmpistool, want ja, ze kunnen vaak wel een beetje lijm lekken en dat wil je niet op je tafel hebben. Dus ik leg altijd een placement neer. Ik heb mijn limonadetap hier, mijn lijmpistool staat naast me en ik heb hier alles wat ik op wil plakken. En ik begin zo meteen met deze bladeren, want ik wil een beetje in laagjes werken. Dus ik werk van achteren naar voren toe. Dan wil ik eerst een laagje bladeren hebben en daar overheen die bloemetjes. En daarom begin ik dus met het opplakken van de bladeren. Omdat de tap zelf van plastic is gemaakt, doe ik mijn lijm op de bladeren en die plak ik erop. En wees ook tijdens het opplakken voorzichtig, want het materiaal van de bladeren is dun. Dus hete lijm komt er zo doorheen. Pas goed op, want je wil je echt niet verbranden. Wanneer je iets opplakt, hou je het even een beetje tegen de tap aangedrukt. Gewoon voor een paar seconden. En dan laat je het los en dan zit het er goed op vast.
Mocht jij nou in de winkel andere bladeren of bloemen vinden, die kun je natuurlijk ook gebruiken. Het is maar net wat jij leuk vindt. Wanneer je rondom de tap bladeren hebt geplakt, is het tijd om de bloemen op te plakken. En ook hierbij probeer ik in laagjes te werken. Ik begin met de grotere bloemen en ga dan verder met de kleinere bloemen. Omdat ik twee verschillende kleuren bloemen heb, probeer ik ook een beetje af te wisselen. Dus heb ik de ene keer een donkerroze bloem geplakt, dan plak ik daarnaast weer een lichtroze. En andersom. Het handige is dat je deze bloemen ook op plekken kunt plakken die er niet zo mooi uitzien. Bijvoorbeeld die stukjes hier. Dan zie je heel erg dat dit afgeknipt is. Maar met zo'n bloem eroverheen zie je daar niets meer van. Ik heb ook een aantal van die kleine knopjes. En dat lijkt me dus heel leuk om dat bijvoorbeeld hier tussen twee bloemen in te plakken. Ik heb de tap nu rondom versierd met de bloemen en de bladeren. Ik vind hem zo al heel erg leuk, maar er kan nog wel wat meer gebeuren. Ik denk dat ik een beetje een spoor van bladeren en bloemen zo omhoog maak aan één kant. En deze bladeren die verstop ik een beetje achter bladeren die ik eerder al heb opgeplakt. Zo houden we mooi die laagjes. En hier plak ik dan weer bloemen tegenaan. Zo. Ja, leuk. En misschien is dit dan wel een leuke plek voor onze tijger. Dat hij hier zo een beetje uit de bosjes tevoorschijn komt. Ja, en deze tijger die is dus heel zwaar, dus hou hem goed vast. Het liefst even wat langer er tegenaan houden. Dan weten we zeker dat hij zo meteen goed blijft zitten. Ik had bedacht om die grote bloem hier bovenop te plakken. Dat leek me nou zo leuk. Maar ik bedenk me nu, dat is natuurlijk helemaal niet handig. Want anders kan je de tap niet meer vullen of meenemen. Dus dat idee laten we achterwege. Maar kijk nou even. De bloemen op de zijkant en de tijger die zo uit de jungle komt. Ja, dat vind ik echt wel heel erg leuk gelukt. Ik ben echt heel blij hoe vrolijk en zomers mijn tap is geworden. En ik ben ook heel benieuwd, ga jij deze DIY namaken? Laat het me dan weten in de comments hier beneden. Voor nu wil ik je weer heel erg bedanken voor het kijken. Leuk dat je er weer bij was. Wil je nou geen enkele action video missen? Abonneer je dan op dit kanaal. En ik zou het super leuk vinden als je deze video een duimpje omhoog geeft. Het lijkt mij namelijk heel leuk om jou weer bij de volgende action DIY te zien. Dus hopelijk tot dan! Bedankt voor het kijken. Tot snel. Doeg!